Heb jij wel eens dat gevoel van dat je watten hebt in je hoofd? Heb jij stress? Heb je het gevoel dat je lichaam vastzit? Je nek, je schouders, je rug? Nou ja, blijf even bij me. Ik wil je even meenemen in mijn afgelopen 3-daagse spirituele detox. En ook al denk je, ja, maar Manisha, ik wil dat niet. Blijf gewoon even bij me, want ik zeg een paar mooie dingen. Zoals jouw lichaam vertelt jou echt zoveel. Jouw lichaam is eigenlijk je tempel, je hart is het altaar en het is eigenlijk aan ons allemaal om plaats te nemen voor het altaar in je eigen heartspace. Daar heb ik eigenlijk een mooi verhaal over deze week. Ik heb jullie, als je mij volgt en mijn nieuwsbrief volgt, heb ik jou in mijn laatste nieuwsbrief mijn 3-daagse spirituele detox aangeboden. En dat is op mentaal, emotioneel, fysiek en energetisch ga je jezelf reinigen. En wel met koffieklisma's. En ja, koffieklisma's drink je niet, die gaan anaal erin. Ja, jouw darmen zijn zeg maar je tweede hersenen. Ja, ze zeggen altijd, je hebt je hersenen, je hebt je hartgevoel, maar je hebt ook dat onderbuikgevoel. En heel veel mensen in deze tijd zijn verwijderd van dat onderbuikgevoel, de intuïtie. En je buik vertelt je zoveel. He, buikklachten, een opgeblazen gevoel, niet kunnen poepen, heel veel moeten poepen. Gewoon een beetje misselijk, naar gevoel. He, veel mensen die boos zijn, he, die krijgen ook echt een beetje maagzuur. He. Als je pissig bent, krijg je een beetje blaasklachten, blaasontsteking. Veel vrouwen, veel pissigheid in het lichaam. Omdat je emoties niet op een juiste manier, om het zo maar te zeggen, verwerkt, gaat je lichaam dat op een bepaalde manier aan jou vertellen. Jouw lichaam is zo zuiver, zo puur en kan je er naar luisteren. Nou, ik ging 3 dagen koffieklisma's doen met eigenlijk de reden dat mijn huisgenoot, ik woon samen met Christel en Marco, en Christel heeft een hele zware menstruatieproblemen, dus veel PMS-klachten en veel buikpijn. Koffieklisma's zijn pijndempers. Het zorgt voor als je pijn hebt in je lichaam dat het pijn minder wordt. Dus je hoeft geen antibiotica of geen pijnstillers te gebruiken als paracetamol, ja, of diclofenac. En het kalmeert je hele zenuwstelsel. En zij zei ook heel mooi, oh, ik voel gewoon dat ik dan zo heel rustig word en heel slap word. Heel veel mensen vinden heel erg ontspannen niet fijn, omdat het voelt alsof ze dan passief zijn. Maar de meeste mensen, ik ook, wij leven niet in onze gezonde stand van ons zenuwstelsel. Want we zijn gewend om maar door te gaan en van alles te doen en gaan. Want dit moet allemaal op een dag, moet je dit doen. Maar een gezond lichaam, daarin voel je rust van binnen. Rust in je hoofd, rust in je lichaam. Er is stabiliteit, er is veiligheid. Je bent tevreden, je voelt je goed bij jezelf en je doet alles op een heel rustig tempo. En je doet het op zo'n tempo dat je eigenlijk in alles wat je doet ademhaalt. Dus je leeft en je doet met het ritme van je adem. Dat is interessant. Dus eten met het ritme van je adem. Oké, nou dan ga ik rustiger eten. Ja, ga je rustiger eten en bewust eten. Oké, dus elke rustig eten, rustig ademen. Rustig op je fiets zitten. Rustig auto rijden. Rustig praten. Rustig bellen. Rustig sms'en. Rustig opruimen. Rust. Ik zou eigenlijk weggaan zo meteen. Maar dan moet ik 50 minuten rijden, boodschappen doen. Dan moet ik 50 minuten rijden. Ja, en daarna wilde ik, dat duurt dan een uur die afspraak. En dan had ik, dan moet ik boodschappen doen. En ik wilde eigenlijk heel veel boodschappen doen. Dus ik dacht, ga ik daarheen. En dan moet ik weer 50 minuten terugrijden. Maar er zouden wat betalingen binnenkomen. Dus ik kijk op mijn rekening en denk, oh ja, nou ja, jammer. Dan kan ik nu, ik zit echt op het begin van de maand. Geen geld meer. Gaat me niet lukken. Dus ik zat daar een beetje. Opeens ging het heel snel. Ik heb ontbijt gemaakt. Snel en mijn adem ging omhoog. En ik raakte in de stress. En ik kijk op mijn rekening en denk, fuck. Als ik dat allemaal moet betalen. Als ik dat allemaal wil kopen en ik moet tanken. Ja, dan ga ik dit in 1 dag uitgeven. Laten we zeggen, ik geef 500 euro uit in 1 dag. Ja.
Nou, dat staat even niet op mijn rekening. Nee, dus dat, dan moet ik even wachten. Ja, nou, dacht ik, oké, wat ga ik doen? Mijn adem zegt rust. Dan denk ik, ik zeg die afspraak af. Morgen heb ik gewoon het geld. Morgen kan ik dat geld uitgeven. Maar vandaag niet. Dus wat ga ik doen? Ga ik mezelf in allerlei bochten wringen? Nee, dus ik zit hier een filmpje op te nemen. Dus mijn huisgenoot heeft heel veel PMS-klachten. Dus ik zei, weet je, ik doe 3 dagen met je mee. En koffieklisma's zijn sinds ik in 2016 is het mijn therapie geworden. Maar het is echt mijn therapie geworden. Want het is een meditatie ook voor mij. Dat ik zo goed voor mezelf zorg dat ik naar binnen ga. Ik heb dit voor jou uitgeschreven. Hè. Ik heb filmpjes voor jou. Ik heb hier een module van. Als je dat zou willen, kan je dat kopen. En je koopt het ook echt. Want ik wil ook dat je hier serieus mee aan de slag gaat. Want je doet een eenmalige investering voor de rest van je leven. Dus contact mij als je hier meer over wil weten. Of als je niet kan betalen of whatever. Als je zegt, nou, ik wil dat eigenlijk wel, maar ik wil het eigenlijk wel nu, maar ik vind het heel spannend. Ik ben jouw support ook in die module. Daarvoor betaal je er ook voor, omdat ik bij jou ben. En je hebt een jaar lang heb je toegang tot mijn module. En dan kan ik je ondersteunen, ja, als je doet. Maar goed, zij heel veel buikklachten. Ze voelt dat ze heel erg ontspant. Oké, ik dacht, ik doe mee. Nou, waarom heb ik stress? Een van de redenen is de afgelopen maanden, ik ben aan het verhuizen, er komt niet veel geld binnen, geeft mij heel veel stress. Ik ben heel erg gevoelig daarvoor, dat ik denk, ja, ik moet wachten tot de betalingen er zijn om boodschappen te doen. Ja, ik moet mijn kippen voeren, ik moet mijn hond voeren, ik moet mijn katten voeren, het gaat niet alleen om mij. Ik moet gewoon dingen kunnen betalen en dat hebben jullie ook. Geld is een groot stressfactor nummer 1. Hè. Geld is echt... Poeh, als er geen geld is, hoe leef je dan, hè? Maar ja, dat is eigenlijk niet ons nummer 1. Ons nummer 1 is ik, jij. Hoe zorg je goed voor jezelf? Dat je niet de hele tijd jouw stresssysteem laat leven. Nou ja, als je in overleving zit, zoals ik ook heb, als er geen geld binnenkomt, moet je overleven. Zo gaat het gewoon. Dus ik ken het ook. Die periodes dat je denkt, er komt gewoon geen geld binnen. Hoe gaan we dit doen? En het komt al. Bij mij komt het altijd goed. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar bij mij komt het altijd goed. Als er geen geld binnenkomt, zijn dat periodes voor mij om goed voor mezelf te zorgen. Achterover te leunen. En in die ontspanning te blijven. Nou, de boodschap die ik altijd krijg van Spirit is, Manisha, dit is het grootste probleem van de mensheid. De grootste ziekteproblemen zijn eenzaamheid, stress en de relatie eigenlijk met jezelf. Dus een liefdevolle relatie met jezelf. Dus mensen worden ziek van, wat zei ik? Eenzaamheid. Mensen worden ziek van stress en mensen worden ziek omdat ze niet goed voor hunzelf zorgen. De 3 grootste problemen. Dus zij zeggen, Manisha, jij leeft dit leven. Dus wij laten jou voelen wat het probleem is op aarde. Spirit, ik ben wel klaar met het overleven. Maar goed, dit doen wij dus allemaal. Of je nou geld hebt of geen geld. Of je nou een relatie hebt of geen relatie hebt. Of je nou heel spiritueel bent of niet. Of je nou lichamelijke klachten hebt of niet. Wij moeten met z'n allen zijn aan het overleven als mensen op aarde. Terwijl wij spirituele wezens zijn. En wij zo in contact kunnen komen met onze ziel. Dat onze ziel ons de weg wijst. Nou goed. Dus de eerste koffieklisma-dag was voor mij normaal 15 minuten lig je dan. Koffie, hè? Je gaat liggen, je doet het klepje open en het koffie stroomt dan langzaam zo je darmen in. Nou, 15 minuten volhouden, want elke 5 minuten voel je dat het je leven reinigt. En dan word je rustiger en rustiger. De brain fog gaat weg. Je voelt echt dat je helderder wordt. Er komt meer focus. Je hele lichaam verzacht. Dat je voelt dat je hart wat meer open gaat. Opeens worden dingen zo logisch. Dat je denkt, waar maak ik me nou eigenlijk zo druk over? Omdat je shift van het ene stresssysteem naar het andere stresssysteem. Er komt gewoon rust. Maar ik hield het niet vol. Dus toen dacht ik, oh, what the fuck. He, even boos. Maar ik was in een strijd tussen mijn hoofd en mijn hart. Ik was echt zo, oh, ik zat in een strijd. Toen dacht ik, oké. Ik laat los, ik ga naar de wc, ik hou het niet 15 minuten vol, geen probleem. De hele dag ik nadenken. Nou, ik deed ook nog lekker koude bij. Ik heb een sap PDF voor jou gemaakt met allemaal lekkere sapjes. Want ik doe dan koffieklisma met sapjes. En ook cacao doe ik er altijd bij. Dus ja, het is even een investering voor jezelf. Je moet allemaal dingen kopen. Maar je kan hier heel veel mee doen.
of lang mee doen. En je gaat echt in een hele fijne verbintenis met jezelf. Ik vind het in ieder geval heel fijn. Ik neem je mee. Dag 2. Ik nog een keer. En toen dacht ik, nou, voor mij is het nooit een probleem, hè? Maar weer het gevecht in mezelf. Toen dacht ik, interessant. En ik kwam ontevredenheid tegen. En ik kwam me geklaag tegen. En ik kwam me perfectionisme tegen. En Oké, dus tijdens die koffieklisma voelde ik gewoon dat gevecht in mijn lijf, van mijn buik en mijn hart en mijn hoofd. Ik denk, dit is interessant hoe mijn lijf me veel vertelt. Toen dacht ik, Manies, ga terug naar je hart. In mijn heartspace dus. Ik weer naar de wc, ik hield het geen 15 minuten vol. Wat is er nou? En ik voelde dus hoe streng ik ben naar mezelf. Hoeveel ik van mezelf verwacht. Ik zeg, Manies, je bent net verhuisd. Verhuizen is voor jou niet makkelijk. Hè, de grond is... Ik heb 2 jaar gewoond op een hele veilige plek. En ik zeg altijd, ik verhuis van plek naar plek naar plek. Geen probleem. Maar dit keer was het heftig. Ik zat 6 weken in 40 graden. Nou, dat is intens. Dan kan je niet je leven normaal oppakken. Ik moet geld verdienen. Ik moet werken. Ik moet natuurlijk mijn huur betalen. Hè? Ik heb mijn dieren om voor te zorgen. En dan heb ik ook nog huisgenoten. En dan moet je ook nog een business runnen. Nou, ik was eigenlijk... Ik weet niet waar ik mee bezig was. Maar tijd vloog voorbij dat ik denk... Oh mijn god. Nou, dus ik voel dat gevecht in mij. Ik moet. En ik kwam in mijn heartspace. En mijn hart, toen dacht ik ook, oké, hoe is het in mijn heartspace? En ik zag in mijn hart, het was een heel mooi wit huis en het was rustig. Het was fijn en het was opgeruimd en het was schoon. En er kwamen allemaal mensen over de vloer en ik ga lekker voor ze koken en ik ga met ze praten. En dacht ik, oh, dat vind ik fijn in mijn hart. Zo. En ik voelde zo, het is innerlijke rust. Maar Nies, je hebt gewoon geen innerlijke rust nu. Toen dacht ik, oh, interessant. Nou, ik daar de hele dag een beetje mee zitten met cacao. Ik denk, oh ja, interessant weer. Dag 3. Ik denk, nou, oké, ik heel veel doen. Ik dacht, ik ga in alle rust die koffie... Oh ja, dus ze zeiden tegen mij, Manisha, je moet gewoon door alles heen ademen. Want het komt echt allemaal goed. Het enige wat jij moet doen in het leven is er doorheen ademen. Maak je nou niet zo druk. Detach from drama. Stap niet in die drama. Dat zei ik leuk, hè? Want als ik in stress zit, als ik geld heb, ja, dan ga ik stressen. Rustig blijven komt altijd goed. Oké. Durf je mee te bewegen in wat het leven je geeft, hè? Oké. Terug. We gingen dus dag 3. Ik denk, oké, voordat ik de koffieklisma doe, ik moet toch nog afkoelen, ademen. Bij mezelf zijn. Mijn lichaam is de tempel. Mijn hart is het altaar. Vanaf mijn hart ga ik hierin. 15 minuten ging gewoon helemaal goed. Ik zat op de wc. Ik ging het loslaten en mijn hele leven flitste voorbij. Vanaf mijn 17e geef ik al dansles, geef ik sportles. Ik heb mijn hele leven voor groepen gestaan, heb ik dansles gegeven. Ik zag vanaf mijn 21ste heb ik een therapieopleiding gedaan. En vanaf mijn 22ste werk ik al met mensen, met therapiesessies. Dus ik zag mezelf lesgeven aan allemaal mensen. Ik zag mezelf alle therapiesessies die ik heb gegeven. Ik had natuurlijk gewoon een goede praktijk. Eerst met CESA-therapie, toen met haptotherapie. Toen had ik mijn eigen therapeutisch centrum. Ik gaf 8 yogalessen en pilates in de week. Al die mensen die maar binnen en naar buiten kwamen. Mijn leven was vol. Ik zag mijn vrienden, ik zag mijn familie. Ik zag eigenlijk hoe ik gedragen werd door het licht. Ik zag hoeveel impact ik ook heb in het leven van mensen. Alle vriendjes die ik heb gehad kwamen voorbij. Dat ik dacht, oh ja, dus... En opeens voelde ik van alles is oké. En het klinkt even heel... je laat dus dan gewoon alle inhoud wat in je darmen zit, laat je los. En dat was zo'n laatste stukje wat dan echt zo eruit ging. Je kan zeggen poep ging eruit, maar dat is dan natuurlijk vloeibaar een beetje. Maar dat zit dan hoog in die darmen. En opeens, toen dacht ik zo, ik laat echt een stukje... Dat ik mezelf afwijs los en ik laat echt een stukje dat ik me waardeloos voel los. Want ik zag gewoon hoeveel waarde ik heb gegeven in mijn leven. En Disney heeft een hele mooie film, dat heet Soul, S-O-U-L, van de ziel. Misschien leuk om te kijken. Ik heb hem gekeken op een of andere download movies, iets. Want hij is op Disney volgens mij, maar niet, bij mij niet op Netflix, ik woon in Spanje.
En ik voelde zo'n innerlijke rust. En die ochtend heb ik namelijk mijn hele woonkamer veranderd. Want ik had nog mooie kleedjes liggen. Ik had een nieuw, Marco had een nieuw kleed gekocht voor over de bank. Dus mijn woonkamer is van donkerrood, helemaal getransformeerd naar wit. Toen dacht ik, wauw, ik woon opeens in een heel fijn huis. Ik heb 3 dagen gesapvast. In mijn huis is het ook, bij mij binnen is het ook opeens fijn. Ik ben gisteren gaan zitten hier in de yogazaal. Ik heb de energie weer geopend. Alle chakras gingen open. Er ging een mooie lotusbloem in de grond open. Mijn hart ging gewoon weer open. En ik zat gewoon in die rust in mezelf. En ik dacht, ja maar Nies, alles is goed. Ik ben blij waar ik woon. Alles klopt. Alles klopt. En de mensen mogen hier weer binnenkomen. Ik wil weer werken met mensen. Ik ben er klaar voor. Ik ben er weer klaar voor. En ik ga eerlijk zeggen dat ik echt wel een beetje overspannen was. Ik heb 1,5 jaar keihard gewerkt met de retreats. Er zijn zoveel mooie mensen gekomen. Maar ik heb mezelf wel over de kop gewerkt. Het was too much. In mijn eentje een retreat center runnen is gewoon niet te doen voor. Nou ja, het is te doen, maar het is too much. En ik ben nu samen met Christel, kunnen we het samen doen. Dus ik voel me ook gedragen nu. Maar daarvoor moest ik wel diep naar binnen. Ik moest mijn donkere stukken aangaan. Ik moest mijn strijd aangaan. Dus ik wil daarmee ook zeggen van kijk, ik heb ook hulp. En dan gebruik ik hulp van een plantmedicijn, in dit geval koffieklisma's. Eten is dus mijn hulp, sapvasten. Ik voel me er lichter van, ik voel me er beter door. Het is fijn om goed voor mezelf te zorgen, om mezelf ook die waardering te geven van, oh ja, mijn lichaam is een tempel. Ik moet zuinig zijn op mijn mentale processen, op mijn emotionele huishouding, op mijn hormoonhuishouding. Ik word ouder. Dus 3 is voorbij en ik voel rust en ik zou dus vanmorgen weggaan en ik had een keuze. Of ik stap in de stress of niet. Ik heb het niet gedaan. Ik dacht nee, jammer. Mijn schoonheidsspecialist kan wel even wachten. Ik zie er op zich goed uit. Het zou voor mijn wenkbrauwen zijn. Nou, die zien er ook nog wel goed uit. Ja, het is niet nodig. Heb ik het nu nodig? Nee. Heb ik nu nodig dat ik 50 minuten rij? Dat mijn wenkbrauwen worden gedaan? Dat ik die winkel? Nee, mijn boodschap mag naar jou. Dus ik wil je graag ondersteunen. Ook met mijn community. Ik ga vanaf 1 oktober live. Dat is morgen. Dus ik heb even wat werk te doen vandaag. Maar het staat, als grotendeels staat het. Ik wil jou begeleiden. Ik wil met jou samenwerken. Gewoon. Dit leven is niet makkelijk, weet je. We komen elke keer zoveel dingen tegen. Ik ook, daarom wil ik ook eerlijk zijn en transparant. Weet je, het leven in Spanje is leuk, maar ik heb ook zoveel te regelen. En als er geen geld binnenkomt, dan is het spannend. En iedereen die wil emigreren, die denkt aan hoe ga ik mijn geld verdienen. Ik ben weggegaan zonder spaarrekening. Ik ben samen met mijn vriendje hier begonnen. Mijn vriendje ging lekker weg. Ik dacht, hoe ga ik dit doen? En het komt gewoon goed. Het komt altijd goed. En nu weer, het komt altijd goed. Dat geld komt wel weer op mijn rekening zo meteen. Ja, en dan kan ik gewoon weer gaan. Maar ik ben op aarde hier om heel goed voor mezelf te zorgen. Maar jij ook. Jij bent ook hier op aarde om heel goed voor jezelf te zorgen. En als je goed voor jezelf zorgt, kan je ook je zielenmissie uitdragen. Kan je ook goed voor anderen zorgen. En geld is een onderdeel van het systeem waar we in zitten. Overleving is een onderdeel van het systeem waar we in zitten. En het maakt ons ziek. Hè? Eenzaamheid maakt ons ziek. Heel veel stress en overleven maakt ons ziek. En niet goed voor jezelf zorgen maakt ons ziek. Dus in plaats van een pak koekjes te eten, probeer dan inderdaad olijven te eten. Of een stukje komkommer of paprika. Of doe komkommer met pindakaas, weet je. Zorg dat die suikers eruit gaan. Zorg dat die gifstoffen eruit gaan. Je kan echt op een andere manier goed voor jezelf zorgen. En dat wil ik met je gaan doen. Hè? Let op je eigen gezondheid. En als je weinig geld hebt en er is geld, investeer dan even in belangrijke dingen zoals een waterfilter. Of geef jezelf even de kwaliteit die je nodig hebt in iets. Ja? Nou, dit wilde ik even met je delen. Dus wil jij, vind je het interessant wat ik je vertel? Ik heb een teaser van de koffieklisma's. Voor €15 kan je mijn PDF sapvasten kopen.
Ik heb een hele module met de koffieklisma. Dus wil je dat niet, zeg je maar niet, download mij maar gewoon die koffieklisma PDF. Kan ik ook voor je doen. Maar ik heb hem eigenlijk staan met allemaal filmpjes, met allemaal links, met yoga, met meditatie, met ontspannen. Dat jij een 3-daagse online retreat voor jezelf kan doen. Net als wat ik mezelf heb gegeven. En dan heb je begeleiding van mij. Je kan mij sms'en en zeggen, Manies, ik kom dit en dit tegen. Dan denk ik, ja, dan kan ik er even voor je zijn. Want dat is wat ik ga. Ik ben graag jouw spaceholder. Ik ben er graag voor jou. Heb je zin om hier te komen? Kom lekker hier. En anders kom lekker in mijn community en dan gaan we samen reizen. Daar later meer over. Ik zal even een nieuw filmpje opnemen over de community. Dankjewel voor het kijken. Heel veel liefs. Als er wat eerst, laat me je comments achter. En anders neem contact met mij op als ik je ergens mee kan helpen. Yes? Ciao.